de allerbeste van de wielersport dragen een jonge belofte ten grave. Jean-Pierre Monserré, amper 22, is verongelukt tijdens een kermiskoers. Op zijn kist zijn belangrijkste trofee, de regenboogtrui. Jean-Pierre verdiende hem een jaar eerder, in 1970 in het Engelse Leicester. Hij werd er een beetje onverwacht wereldkampioen. Jean-Pierre, jij bent de favoriet van uw ploegmaat Roger de Vlaming. Gelooft gij erin? Nee, persoonlijk niet. Dat krijg ik goed, maar ik geloof er niet van te kunnen winnen. Onterechte bescheidenheid. Jean-Pierre was kampioen. Voor even.